Zoë Swinkels is nog maar 5 als ze overlijdt aan een hersentumor. Zoë was heel pittig, heel vrolijk, echt een schaterlach altijd. We hebben geen moment haar horen klagen. Het was gewoon een heel bijzonder meisje. Het was echt een bijzonder meisje. Wat ook iedereen aangeeft en iedereen zei het ook. Zoë verblijft vanwege haar ziekte maandenlang in het ziekenhuis. Het was er opgevallen dat hier nooit speciale pleisters voor kinderen waren. Dan tekenden de artsen of de doktoren of de verpleegkundigen een smiley erop of zo. Zoë vroeg zich daarom af of er niet geld kon worden ingezameld voor speciale kinderpleisters. Omdat wij thuis natuurlijk altijd wel kinderpleisters hebben. En uiteindelijk heeft ze dat ook de vraag gesteld aan zusters. En die konden daar ook eigenlijk geen goed antwoord op geven. Maar die zijn het er allemaal wel mee eens van. Ja, dit moet er gewoon komen voor die kinderen. Ondanks hun grote verdriet zijn Mark en Caroline nu vastberaden om de wens van hun dochter werkelijkheid te laten worden. Want een kinderpleister is niet zomaar een pleister. Het is gewoon een troost. Ik doe het zo, mama en papa. Ja, dan kunnen ze na de prik iets uitzoeken. En dan weten ze gewoon dat wat ze hebben gedaan. Mama, kijk eens. Helaas heeft Zoë het zelf niet meer mee mogen maken. Maar de reacties op Facebook zijn overweldigend. Inmiddels hebben Mark en Caroline ook al €7.000 aan donaties binnen. We zullen haar nooit geen moment van de dag vergeten. Ja, het is stil. Ja.